We staan hier in het, midden in het veenweidegebied, midden in het Groene Hart. Hier overal om je heen zie je het veen, de weilanden en heel veel water zoals je om me heen kunt zien. Hier dit grote water in het midden, dit is van oorsprong is dit de... dit is de boezem waarmee het water afgevoerd wordt richting de grote rivieren. Van oorsprong was dit hier een veenriviertje. Dit hebben ze gebruikt om het water af te voeren vanuit het veenweidegebied. Om ervoor te zorgen dat er hier in eerlijke, eerdere tijden gebruik kon worden gemaakt van akkerbouw. In het begin, toen de mensen hier het gebied gingen ontginnen, hebben ze langzaam maar zeker ontdekt dat je door middel van het gebruik van molens het water uit de veenpolder kan wegpompen. En op die manier het waterpeil naar beneden te laten zakken. Doordat het waterpeil zakt kun je ook gebruik maken van akkerbouw. Want akkerbouw kan alleen op wat drogere gronden. Het probleem alleen was dat het waterpeil hier hoog moet blijven staan. Als het namelijk te laag is, dan oxideert het veen. En als het veen oxideert, dan waait het weg, dan verbrandt het en dan zakt het land in elkaar. En dat is hier ook gebeurd. Als je hier goed kijkt, dan zien we hier het grote water. Het grote water zien we hier aan de rechterkant met dat fietspad wat er hier langs loopt. En dat fietspad ligt op het dijkje. Dat dijkje, je kunt het niet zo goed zien, maar dat ligt hier zo'n beetje 2 meter boven de rest van het veengebied. Van oorsprong lag het op hetzelfde niveau, het lag dus even hoog. Maar doordat de mensen dus continu aan het water hier hebben weggepompt voor de akkerbouw, is dat hele gebied dus naar beneden gezakt en ligt het dus op dit moment zo'n beetje 2,5 à 3 meter onder NAP. De bovenkant van die dijk hier, langs het water, dit is het oorspronkelijke niveau. Waar dus de rest van het gebied ook allemaal lag. Je kunt hier, als je een beetje goed kijkt, kun je... ik zal het even aan de andere kant laten zien. Als je hier kijkt, dan zie je ook dat het waterpeil redelijk hoog staat. Er zit tussen het land en het water een maximaal verschil van zo'n centimeter of 20. Veel meer dan dat kan niet, want als je dat gaat doen, dan verbrandt het dus. En dan ben je je land weer kwijt en zakt het in elkaar. Ik vertelde net over dat het hier, dat het water wat je hier ziet, dat dat een veenrivier is. En het proces, hoe dat gegaan is, kunnen we hier zien. Je ziet daar midden in dat groene stuk zie je een riviertje lopen. Dat is die veenrivier zoals je hem nu ook nog hebt liggen. De mens ging het ontginnen. Er ontstonden weilanden en het gebied zakte steeds verder in elkaar. Dat zie je met name op de onderste plaatjes hier. Eerst plus 3 meter, plus 3 meter, plus 2 meter, plus 1 meter. En zo'n beetje rond het jaar 1500 lag het gebied hier al 2 meter onder NAP. Eén groot probleem dus. Dit is de reden waarom we hier in dit gebied, in het Groene Hart, eigenlijk alleen nog maar weilanden vinden waar koeien kunnen grazen. En geen akkerbouw, want akkerbouw is hier gewoon niet mogelijk omdat het hier veel te nat is.